العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بوارغ بليفه بيست برودرز اند زوسترز باي ذا دري زاولن فان انبيدينغ دي بتريكينغ هابن اوب ذا هارتن، الحب والرجاء والخوف. En wij waren gebleven bij de overlevering die de grote geleerde Ibn Kathir heeft vermeld bij de vers الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Hij vertelde over een man in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zijn hele leven op een koffer op ongeloof had geleefd. En op het moment dat hij hoorde van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ging hij onmiddellijk naar hem toe. En hij legde een hele grote afstand af. Waarom? Om te weten wie de profeet sallallahu alayhi wa sallam is en wat zijn da'wa is. En toen hij eenmaal bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan was gekomen, zittend op zijn kameel, vroeg hij aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Allimni ma allamak Allah. Hij leer mij wat Allah subhanahu wa ta'ala aan jou heeft geleerd. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en hij antwoordde met de vijf zuilen van de islam. En toen hij hiermee klaar was, zei de man tegen hem, tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, aqrartu bihadihi al-kalima. Ik geloof in dit woord. Ik geloof in die vijf zuilen. Ik keur deze, of dit geloof, goed. En op het moment dat hij dit deed, zakte een van de poten van de kameel in een kuil, waardoor hij van zijn kameel valde of viel. En hij was op slag dood. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen zijn metgezellen: Qumu ila sahibikum. Hij was een aantal seconden geleden was hij een ongelovige. En nu is hij wie geworden? Een metgezel. Qumu ila sahibikum. En in een andere riwaya zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Ida aradtum en tarau men amila qalila wa ujira kathira fahada minhum. Als jullie degene willen zien die weinig heeft gedaan, die weinig goede daden heeft verricht, maar die een hele grote beloning heeft gekregen, kijk dan naar deze man. En in een andere riwaya zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam twee engelen die stopten vruchten van het paradijs in de mond van deze man. En toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit zag, wist hij meteen dat deze man heel hongerig dood is gegaan. Dus beste broeders en zusters, op het moment dat jij Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim leest en reciteert, en je realiseert en je beseft wat ik allemaal heb verteld over de grootheid van de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala, wat zal dit dan opwekken in jullie harten? Al-raja of al-khoof? Al-raja. Al-hub hebben we al gehad. Nu zijn we bezig met al-raja. Dus op het moment dat je dit allemaal goed realiseert, zal dit het gevoel van al-raja opwekken in jullie harten. En op het moment dat jij reciteert Maliki Yawmi Din, de heerser op de dag des oordeels, en jij realiseert je dat er een dag komt waarop jij wordt gevraagd over alle daden die jij hebt verricht in dit leven. Als jij terugdenkt aan deze grote dag waarop de mensen, alle mensen, worden afgerekend op hun daden. Op de dag dat alle mensen worden verzameld in hun blote lichamen. Niet besneden.
zonder niets. Ey, zij hebben geen geld, geen huizen, geen andere dingen. Op deze dag zal iedereen alleen aan zichzelf denken. Op deze grote dag zal de zon heel dicht bij de mensen staan. Op deze dag, beste broeders en zusters, zal iedereen alleen aan zichzelf denken. Zo erg dat hij sommige van zijn familieleden ziet in een hele slechte toestand, maar hij heeft niet eens de moeite om hen te vragen hoe het met hun gaat, omdat hij alleen maar denkt aan zichzelf. Op deze grote dag zal de vader naar zijn zoon gaan en zal tegen hem zeggen: hoe was ik voor jou in dit wereldse leven? Hij zal dan tegen hem zeggen: jij was een hele goede vader. En dan zal de vader aan zijn zoon vragen om één hasana, of zelfs in sommige overleveringen, mithqalu dharra van al hasana. Iets wat niets voorstelt. Maar wat zal deze zoon dan tegen hem zeggen? Hij zal dan tegen hem zeggen: jij vraagt iets wat heel makkelijk is, maar ik ben ook heel erg bang. En daarom kan ik jou helemaal niets geven. Op deze grote dag zal Allah subhanahu wa ta'ala met ieder van ons spreken, zonder een vertaler. Op deze grote dag worden wij gevraagd over wat wij in dit leven hebben verricht. Worden wij gevraagd over de kennis die wij hebben opgedaan, wat wij daarmee hebben gedaan. Over geld, wat je hebt verdiend. Elke euro die jij binnenkrijgt, daarover zul je worden gevraagd, Yawm al-Qiyamah. En elke euro die jij uitgeeft, daarover zul je worden gevraagd, Yawm al-Qiyamah. En de lichaam en de ledematen, lichaamsdelen, op deze grote dag zullen voor jou of tegen jou getuigen. Op deze grote dag zullen de rechten terug worden gegeven aan de mensen, zelfs aan de dieren. Op deze grote dag zal een qisas plaatsvinden. En deze qisas, beste broeders en zusters, zal plaatsvinden niet met geld, maar met al-hasanat wa sayyi'at. Als jullie op het moment dat jullie Maliki Yawmiddin reciteren en jullie denken aan al deze overleveringen, wat voor gevoel zal dit dan opwekken in jullie harten? La shak, ongetwijfeld zal dit het gevoel van al-ghoof zijn. Al-ghoof voor de al-iqab van Allah tabaraka wa ta'ala. En ook een van de belangrijke lessen van deze belangrijke sura, beste broeders en zusters, is dat deze sura verwijst naar de twee voorwaarden voor het accepteren van een aanbidding. Shartay qabool al-amal. Want zoals jullie weten, wordt een aanbidding niet geaccepteerd alleen als deze aan twee voorwaarden voldoet. Aan al-ikhlas en aan al-mutaba'a. En de grote geleerde Ibn al-Qayyim, die zegt hierover dat als de weegschalen Yawm al-Qiyamah worden opgezet, op dat moment zal de mens realiseren en dan zal de mens ook inzien wat zijn daadwerkelijke positie is bij Allah subhanahu wa ta'ala. En voor elke daad, ook al is deze daad heel erg klein, zullen twee vragen over worden gesteld. Waarom en hoe? De eerste vraag: waarom heb je deze daad uitgevoerd? En de tweede vraag: hoe heb je deze daad uitgevoerd? En de eerste vraag heeft te maken met wat? Met al-ikhlas. Heb je deze daad uitgevoerd omwille van Allah subhanahu wa ta'ala of om een andere reden? En de tweede vraag heeft te maken met al-mutaba'a. Hoe heb je deze daad uitgevoerd? En Ibn al-Qayyim die zegt hierover: hoe bevrijd je jezelf van de eerste vraag? Door het tawhid uit te voeren. Goed uit te voeren. En hoe bevrijd je jezelf van de tweede vraag? Dat is door de profeet sallallahu alayhi wa sallam
te volgen. Op het moment dat jij reciteert Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, wat zit in deze ayah, beste broeders en zusters? Ja? Nou, we hebben het nu over dat deze sura die verwijst naar Shartay qabul al-amal, al-ikhlas en al-mutaba'a. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, wat zit hierin? Ikhlas. Na'buduka wa la na'budu ghayrak wa nasta'inu bik wa la nasta'inu bi ghayrik. Dit is al-ikhlas. Dat je elke aanbidding alleen maar richt aan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutaba'a, die komt naar voren op het moment dat jij reciteert ihdina al-sirata al-mustaqim. Leid ons op het rechte pad. En het rechte pad, dat is het pad waarnaartoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft uitgenodigd. En tot slot, beste broeders en zusters, moeten wij ons realiseren op het moment dat wij ihdina as-sirat al-mustaqim reciteren, dat wij in dua zijn. Wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons op het rechte pad te leiden. En om ons standvastiger te maken op dit pad. En de grote geleerde Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah azza wa jal, zegt over deze dua, ihdina as-sirat al-mustaqim. Hij zegt, ta'ammaltu al-ad'iyah, fawajadtu anna afdalaha, wa a'zamaha, wa ajallaha, su'alullahi al-hidayah, wa wajadtu dhalika fi fatihati al-kitab. Subhanallah. Hij zegt, ik heb alle smeekbedes uit de Koran en uit de Sunna onderzocht. En ik ben erachter gekomen dat de grootste, de belangrijkste, de beste dua, dat is Allah subhanahu wa ta'ala vragen om je te leiden. En deze dua en deze vraag heb ik gevonden in Surat al-Fatiha. Dit zijn een aantal belangrijke lessen uit Surat al-Fatiha. En natuurlijk zit deze belangrijke sura vol met belangrijke lessen en profijtvolle lessen. Laten nektafi bij hadal qadr. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله.